De verkeersbarometer is landelijk gestegen naar 49. De politie van Meerzorg kreeg gisteren melding van een verkeersongeval aan de Haji Iding Sumitaweg in het district Kommewijnen. Daar troffen zij een zwaar beschadigd voertuig aan met daarin 5 inzittenden. Het betrof een grijs gelakte autobus van het merk Toyota Hiace. Het voorlopig onderzoek ter plaatse wees uit dat de bestuurder Giocardo met zijn voertuig reed over de Haji Sumitaweg vanuit Meerzorg gaande richting de hulp. Tijdens een inhaalmanoeuvre kreeg zijn voertuig een klapband en Giocardo verloor de controle over de besturing van het voertuig. De autobus draaide om zijn as, geraakte van het wegdek, sloeg over de kop en kwam tenslotte tegen een pand tot stilstand. De 54-jarige mede-inzittende Ribeiro Silva overleed ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De bestuurder en de overige 3 inzittenden liepen schaaf verwondingen op en klaagden van de pijn. De slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het stoffelijk overschot van de overledene is eveneens in beslag genomen voor obductie. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol en is in het bezit van een geldig rijbewijs. Dat is ingevorderd. Met de dood van Ribeiro Silva is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 49.